Goh, Cas, wat heb jij in het elftal gevochten? En dan maak je ook nog eens de 1-0 in de finale van de play-offs. Hoe lekker is dat? Ja, ik denk dat dit gewoon echt beter had het niet uit kunnen pakken als vandaag. Ik denk dat we gewoon goed die 1-0 maken. En dat we dan eigenlijk in onze kracht komen wat we de hele play-offs hebben laten zien. Gewoon die lijn van 5 met 4. Toch denk ik de tweede helft NAC het wel anders deed, waardoor we wel naar problemen kwamen. En dan kom je ook op gelijke hoogte, maar als je die laatste 88ste minuut, ik weet niet hoeveel het was, maakt, dat is echt niet normaal. Ja, Bart van Rooijen, gefeliciteerd. Wat een avond. Wat een gekhuis. Deze is zo lekker. Het werd nog spannend met de 1-1. Toen dacht ik van shit, daar gaan we. Alleen als je dan in de 90ste minuut winnende maakt, dat is meer dan lekker. Xavier, vet. Wat een avond. Ja, dat is bizar. Ja. Je weet dat het erin zit natuurlijk, maar als het gebeurt, dan is het wel heel erg mooi. Je stond op een gele kaart, hè? Was dat ook de reden van de wissel? Nee, ik denk dat we wat nieuwe energie in het team nodig hadden. En ik zat er redelijk doorheen, wat heel zuur is in zo'n wedstrijd. Maar ja, ik denk dat dat goed uitpakte. Goh, Matthijs, besef je het? Ja, deels wel en deels niet. Deze dag is... Het is zo apart om dit mee te maken. Je zit wel in het moment, alleen toch op de een of andere manier krijg je het niet echt mee. En ik denk dat het nog wel even een paar dagen duurt voordat je pas weet wat hier allemaal gebeurd is vanavond. Gaat het hele seizoen dan nog door je heen? Wel een beetje, maar dat was niet echt vandaag, maar meer de dagen hiervoor. Natuurlijk een bizar seizoen gehad, voor mijzelf ook. Op het begin als tweede keeper neergezet. En dat was wel lastig voor mij, maar ik heb het nooit opgegeven en altijd gewoon het idee gehad dat ik er hoort te staan. En daar heb ik gewoon hard voor gewerkt in de tijd dat ik ook tweede keus was. En ik denk dat ik het vertrouwen van de trainer heb uitbetaald en dat het gewoon hartstikke goed is gegaan. Naar de Eredivisie, geweldig. Ja, we zijn er volgens mij al, dus... ontzettend knap van de ploeg hoe ze zich opgericht hebben vandaag. Het was een hele moeilijke wedstrijd voor ons. Maar we hebben zo hard gewerkt en we hebben alles gegeven wat in ons zat. En dan heb je een beetje geluk nodig en dat was er vandaag. Ja, ik zag jou een paar keer schreeuwen ook. Ik heb natuurlijk een koptelefoon op, maar wat zei je allemaal? Ik zag je rust bedaren. Ja, ik vond wel dat we in de fase dat we onder druk stonden, moet je proberen blijven voetballen, anders kom je er nooit meer af. Dat lukte ons niet en ik kon ze ook helemaal niet bereiken, want ze luisterden helemaal niet. En het publiek zat erbij, dus ik kon ze niet bereiken. Alleen je zag wel met het penalty moment van Jordi Bruin wel of niet, daarna gingen we weer voetballen. En dan blijf je ook wat in de wedstrijd. Dat was het eigenlijk wel, denk ik. Ja, daar waren jullie behoorlijk kwaad over, hè? Zag je ook goed wat er gebeurde bij Jordi Bruin of niet? Nee, maar ik had het gevoel dat het een penalty was. En dan moet je in zo'n wedstrijd alles geven, ook als trainer volgens mij. En ze hebben hem teruggekeken, was geen penalty. Maar dat was ook wel een moment om als team weer over een dood punt heen te stappen. Ik zat ook redelijk in mijn emotie, dus dan doe je dat ook. Even terug naar de wedstrijd. Ik zag NAC op 1-1 komen. Die drukte daarna eigenlijk niet door, hè? Was dat ook het moment dat NEC weer beter in de wedstrijd kwam? Ja, ik denk dat zij na rust een hele fase, en zeker toen Bilaat en Van Hooydonk erbij kwamen, volle bak druk hebben gezet. Ze maakten er 1-1 en toen zag je ook wel een beetje de twijfel in de ploeg bij hun. Toen konden wij weer een beetje over dode punten heen komen. Maar al met al was het gewoon een vechtwedstrijd en moet je ook een beetje geluk hebben. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vind dat we niet ontzettend veel echte kansen hebben weggegeven. En de eerste helft hebben we zeker 3-4 momenten gehad om wel de tweede te maken. Maar het maakt het allemaal niet zo heel veel meer uit. Nee. Hey, we hebben het wel eens over het voetbal gehad, hè? Maar wat altijd positief was, was de sfeer. Tot en met de laatste wissel aan toe. Hoe heb je dat gedaan? Door gewoon normaal te doen met elkaar en altijd eerlijk te proberen zijn. Door aan te geven waarom jongens wel of niet spelen. En daar zijn jongens best teleurgesteld in geweest. Alleen ik heb altijd geprobeerd om gewoon normaal met elkaar om te gaan. En om ook gewoon onderdeel van het team te zijn met de staf. En dat is goed gelukt. En ik moet ook zeggen dat we echt een groep hebben met goede gasten. En die willen allemaal voor NEC. En dat is mooi om te zien. Ja, dan speel je de play-offs. 9 voor, 1 tegen. Ja, nou, dat is in ieder geval duidelijk. En je moet, wat ik al zeg, vandaag moet je wel een beetje geluk hebben. Maar ik denk dat we niks gestolen hebben en dat we keihard gewerkt hebben voor deze promotie. En daar gaan we nu eens goed van genieten. Gefeliciteerd, geniet ervan. Dank je, jullie ook.